Minister Renate Forsweg heeft tot op heden geen specifieke grondaanvragen van of voor Mennonieten gezien of afgehandeld. Dit liet zij, minister van Grondbeleid en Bosbeheer, gisteren in het parlement weten tijdens de begrotingsbehandeling. Ze legde uit dat er dagelijks honderden aanvragen worden ingediend via stichtingen en andere organisaties. De bewindsvrouw benadrukte dat een ieder vrij is om grond aan te vragen. Echter heeft ze nog geen aanvragen van Mennonieten onder ogen gezien. Maar specifieke aanvragen voor Mennonieten heb ik nog niet gezien. En ook niet afgehandeld. De grootste oppervlakte van aanvragen die tot nu toe is afgehandeld door deze regering is de aanvraag van NV Havenbeheer. En dat is die 1500 hectare voor diepzeehaven in Nikeri. Dus alle andere aanvragen zijn er wel, dat moet ik aangeven, maar ze zijn niet afgehandeld geworden. De bewindsvrouw haalde ook aan dat er geen beperking is in de oppervlakte bij het aanvragen van een stukje grond. Verder gaf ze op vragen die waren gesteld door DNA-leden aan dat het ministerie maatregelen heeft getroffen om dubbele gronduitgiftes te voorkomen. Het ministerie is op 1 oktober begonnen met trainingen aan personeel van het onderdirectoraat grondbeleid. Dit in het besef dat een beter gronduitgiftebeleid staat en valt met de factor mens. Het is van groot belang dat het personeel getraind en opgeleid wordt, waardoor zij bekwamer wordt in de uitvoering van haar taken. Dit moet samen met de voldoende beschikbaarheid van materieel leiden tot hogere output en minimaliseren van dubbele uitgiften. Minister Forsweg benadrukt dat de personeelsleden de nodige skills worden bijgebracht om dubbele gronduitgiften